10:15. Rise and shine, baby. En ik lag nog heerlijk te slapen en ik moest er heerlijk uit. Ik had mijn wekker gewoon niet gezet. Ik heb een geluk gehad. Ik werd dus eerst om 7:15 wakker. Toen dacht ik, oh jongens, ik heb nog even. En daarna werd ik om 9:15 wakker. En toen dacht ik, dit is dus het punt waar ik uit moet. En dan gewoon hop. Gewoon net relax nog alles kan doen, zeg maar. Echt een lucky bastard weer. En dat voor iemand die om 2:30 s'nachts ging slapen. Ik kon ook echt niet slapen natuurlijk. Dan ben je er al zo overheen. Dat is niet goed voor een mens. Ah, het zonnetje schijnt gewoon. Oh, heerlijk. En nou, we gaan een paar uurtjes werken. Verder geen bijzonderheden vandaag. Vandaag komen de zus en zwager van Nick. En ik vind het wel jammer dat ik daar niet bij ben. Het is nog voor zijn verjaardag. Maar die hebben natuurlijk die kleine Edin. Het kleine schatje. En ik vind het ook heel leuk om te zien hoor. Dat klinkt echt zo alsof ik alleen voor die baby doe. Maar baby's zijn gewoon extra leuk. Ah, maar ja, die zie ik dan wel een ander keertje weer. En Nick heeft vanavond dat feest. Ik hoop eigenlijk dat we vanavond uit eten gaan. Want hij heeft dus deze week alle boodschappen gedaan. En ook alle boodschappen betaald. Dus ik dacht van, als ik nu even meeneem naar het gelag. Dat is niet zo duur. Dan ben ik €30 per persoon kwijt. Dan kan ik handelen. En dan, ja. Hij heeft echt alle boodschappen betaald. Dat is echt wel veel. Dus ik voelde me een soort van schuldig. Ik dacht, kan ik op die manier dan even oplossen. En dan kan ik lekker uit eten. Daar heb ik ook zin in. Ik ga werken en ik zie jullie straks weer. Het werken zit erop en ik heb al boodschappen gedaan. Hele tas vol. Ik zag nu ook aan Nick hoe weinig hij dan elke keer kocht. En dan dacht ik, waarom kom ik altijd met zoveel thuis? Maar nu snap ik het weer, want ik kom gewoon allemaal dingen tegen en dan kan ik het gewoon niet weer staan. En dan neem ik het allemaal mee. Ik heb er ananas meegenomen en ik heb voor Nick aardbeien merengue. IJs meegenomen, want dan zag hij pas reclame van. Toen zei hij, oh dat lijkt me echt heel lekker. Toen dacht ik, nou neem ik die ook nog mee. En nou, hop, croissantjes vanmorgen, appelbroodjes. Oh, en dan een lekker beleg. En ah, ik kan niet gewoon halen wat alleen nodig is en waar ik alleen voor ging. En dat was pizza. Maar ja, we eten dus pizza vanavond. En ik heb besloten om toch mee te gaan naar het Oranje Bal. Dat is het feest vanavond. En ja, weet je wat het is? Ik had in eerste instantie besloten om het niet te doen. Omdat ik dus een jaar mee ben geweest en toen vond ik het eigenlijk echt niks aan. Toen heb ik me gewoon niet vermaakt. Ik heb het echt niet leuk gehad. En toen dacht ik, ja, zo'n kaartje is best wel duur. Er komen ook best wel, tenminste, er komt vaak wel één artiest waarvan je zegt, nou, dat is het waard. En dit jaar is dat dus Jan Smit. Nou, dat is natuurlijk echt wel leuk. Dat is echt heel leuk. Lijkt me ook echt. Alleen ja, ik heb gewoon één keer niet echt een leuke ervaring gehad. En dan denk ik altijd snel van, nou, ik ga niet meer. Maar ik had op de werk erover en zei, kom op. Je moet het nog een kans geven, ga gewoon. En je gaat tegenwoordig ieder weekend stappen en dan is er een keer een feestje in Renswoude en dan kom je niet. Toen dacht ik, ja, dat kan eigenlijk ook niet. Dus Nick heeft nog een kaartje voor me geregeld, wat al knap was. Want de kaartjes waren uitverkocht. Dus nu, nou, toch nog een feestje vanavond. En het eerste feestje begint al thuis en dat is pizza, want ik heb honger als een gek. Ik dacht echt, zou ik die croissantjes opeten? Oh, als ik het doen zou doen. Nee, voor morgen. Ik ga zo pizza eten en ga ik ook echt volop van genieten. Ik had ook echt weer een lunch van niks mee. Maar ik moet denk ik toch maar gewoon weer brood gaan maken voor het werk. Want ik leef nu elke keer op tomaat of aardbeien of grillworst met rijstwafels. Maar dan heb ik eigenlijk de hele dag honger en dat kan ook niet goed zijn. Als iemand nog goede lunchtips heeft en dan niet zeg maar sla. Want ik kan niet iedere ochtend echt de hele tijd sla maken voordat ik naar het werk ga. En, maar iets van, iets anders dan brood wel. Ja, dan houdt het een beetje op, hè. Het houdt een beetje op volgens mij. Maar als je nog een tip hebt. En ook als je denkt, nou, je kan dat of dat doen. En dan, ik moet lunch hebben. Iets zonder brood, want ik ben niet zo'n broodeter. Ik ben wel een broodeter. En aardappeleter, maar niet gewoon met een plakje ham of pindakaas. Daar word ik gewoon niet zo blij van. Nou, dat dus. Oké, ik ben bijna thuis en dan is het tijd voor pizza. Lekker pizza. Pizza. Hap. Oeh, hij is wel nog heet. Doe maar eten, Nickje. Come on!
Zo, het grote feest zit erop. Het is 3 uur 's nachts en ik heb uiteindelijk gebopt. Het was een beetje vaag over taxi en het was, nou, ik had al verhalen gehoord dat het heel veel gedoe scheen te zijn. Want ja, iedereen wil op zo'n moment een taxi op zo'n groot feest en dat is dan niet te regelen. En dan sta je nog heel lang in de kou en toen dacht ik nee. En ik had 1 drankje op en dacht ik, heb het ook gezellig gewoon nu. Dus het is goed zo. En dan drink ik gewoon niet meer. En dan kan ik gewoon weer met niks een auto naar huis rijden. En dan staat de auto weer thuis. Of we mogen de auto niet op te halen. En je merkt gewoon al, het Oranjebal is zeg maar echt voor Renswoude. Het soort van het feest van het jaar waar iedereen echt helemaal loesoe gaat. Echt iedereen drinkt totdat hij niet meer kan. En toen dacht ik, nou, ik hoef dat niet. Dus laat ik het niet doen. En dan gewoon de pop zijn. En iedereen weer veilig thuis brengen. Al die gekken. Dus dat heb ik gedaan. En we zijn nog even naar de McDonald's geweest. Zo lekker. Oh, zo ongezond. Maar echt even een Big Mac naar binnen gewerkt. Alleen een Big Mac. Ik heb geen frietjes genomen. Maar het was echt heel leuk. En er was dus een band die zeg maar het grootste deel van de avond muziek deed. Die is zo goed. En die heette dus Beethoven. Beethoven Rules of zo. Nou, in ieder geval iets met Beethoven als je zoekt op band. Als je ooit in een feestorganisatie zit en je hebt veel geld en je moet echt een goede band. Ik kreeg echt weer verlangens naar zingen. En iedereen vroeg ook de hele tijd aan mij, oh, doe je eigenlijk nog wel zingen? Want dan sta ik zo hard mee te blaren natuurlijk. Ik zeg, nee, ik doe eigenlijk helemaal niet meer zingen. En ik mis het ook heel erg. Maar, ach, het was superleuk. Het was echt heel gaaf om die band te zien. En die zangeres was ook zo goed. Ik ben een beetje over mijn slaap heen, maar ik ga wel proberen te slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Welterusten. Goedemorgen. Het is vrijdag vandaag en het is nog best wel vroeg. Het is 8:15. Ik ben extra vroeg opgestaan.